Neem die tijd ook even lekker voor jezelf om ze te beluisteren. Niet alleen je sterrenbeeld, misschien ook het sterrenbeeld van je partner, je kinderen, je ouders. Het is misschien ook leuk om daarna te luisteren. Maar ook wanneer je een ander ascendantteken hebt, of wanneer je weet waar jouw maan in staat, dan zou je ja, de voorspelling van dat teken ook kunnen beluisteren. Dus ja, er is voor ieder wat wils en je kunt het ja, dus wat uitbreiden voor jezelf, buiten alleen je sterrenbeeld. Dus dat is ook eventjes vooraf wat ik daarbij wil zeggen. En kijk altijd wat resoneert. Wat ik ook elk jaar weer adviseer is, kijk deze video gedurende het jaar nog een paar keer. Want sommige dingen zijn misschien nog niet helemaal duidelijk. Hè? Nu is het december, maar misschien ook in januari is het misschien nog niet helemaal duidelijk voor jou wat dit gaat betekenen. Als je dat dan een keer in mei of in april of in oktober nog een keer bekijkt, dan kunnen sommige dingen weer wat duidelijker zijn en kunnen ze je nog weer een keer duidelijke inzichten geven. Dus ik adviseer altijd, bekijk deze video een paar keer per jaar, want dat is gewoon ja, nog een extra reminder ook gedurende dit jaar waar je op mag letten, waar je mee te maken krijgt. Dus ja, ik zou je dat heel erg willen adviseren. Je krijgt vanavond dus ook een linkje met de replay van dit webinar. Dus je kunt het gewoon ook blijven doorkijken de rest van het jaar. Dus naar de boogschutter, toch? Ja, de boogschutter. En die heeft de ster als kaart. En ook dat is een hele mooie kaart, want de ster zegt meestal dat het ergste leed geleden is. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk nogmaals allemaal op onze beurt en op onze manier uitdagende jaren gehad. Maar deze ster geeft eigenlijk aan voor alle boogschutters van ja, er schijnt weer hoop of een zonnetje achter de horizon. Het gaat echt weer langzaam maar zeker beter en ook rustiger voor je worden. En deze ligt ook een beetje in de lijn van de gematigdheid, de matigheidkaart. Van dat het langzaam maar zeker dat je weer een rustiger vaarwater komt. Dus dat is ontzettend mooie boodschap voor de boogschutter. Heb je dus ook het gevoel dat je een beetje somber of uit het lood geslagen bent, toch best wel veel in het verleden nog hangt met alles wat is gebeurd, dan nodigt deze kaartje ook eigenlijk uit om in 2023 weer meer hoop en vertrouwen te krijgen in de toekomst. Want je kunt misschien nog alles teneergeslagen zijn door alles wat gebeurd is. En deze kaart zegt juist van, ja, dat is niet nodig. Het ziet er gewoon heel mooi voor je uit. Dus probeer toch weer dat vertrouwen, dat optimisme wat van nature in de boogschutter zit, hè, dat idealisme, om dat weer in jezelf op te roepen. Want op het moment dat je dat weer in jezelf voelt en ervaart, trek je dat ook weer aan in de buitenwereld. Dus dat is ontzettend belangrijk voor jou als boogschutter, om daar je weer bewust van te worden en dat weer in jezelf ja, op te roepen, als het ware, die kwaliteit. Deze kaart geeft ook aan dat je op mag letten in 2023 met de balans in geven en nemen. Hè? Het is heel vaak zo dat we gewend zijn of het heel normaal vinden om heel veel te geven aan hulp, aan energie, aan advies, noem het maar op. En dat je daar jezelf eigenlijk weer bij vergeet. En ja, dat is een extra boodschap voor de boogschutter, om je daar dus ook af en toe bewust van te worden. Van, zeker als je moe bent aan het eind van de dag of aan het eind van de werkweek, dat je bij jezelf even stilstaat. Oké, heb ik weer te veel van mezelf gegeven? Nou is het misschien weer even tijd om bij te tanken, om mezelf te voeden met iets. En dat kan even lekker een boek lezen zijn, dat kan eventjes lekker in een warm bad zitten zijn, dat kan een wandeling maken in de natuur. Op die manier geef je jezelf ook weer iets terug. En dat mag je in 2023 vaker doen om ook het leven weer prettiger te maken, positiever te maken, weer meer aangenaam te maken. Hè? Dus zeker wanneer je dat zo absoluut niet hebt ervaren de afgelopen jaren, echt weer bij stilstaan zijn. Dus ontzettend belangrijk om daar aandacht voor te hebben, boogschutters. Dus ja, doe dat ook. Hè. En
ja, zit je ergens mee, hè, want er staat ook heel veel water, hè, dat heeft ook met gevoel en emoties te maken. Zit je met dingen, heb je nog emoties die je, ja, waar je mee worstelt? Deel het dan ook. Durf je kwetsbaar op te stellen. Deel het met iemand met die je vertrouwt. Of schakel zelfs professionele hulp in. Is ontzettend belangrijk dat je jezelf daar ook in ondersteunt. Hè? Dat je jezelf die hulp en die heling ook geeft in 2023. Uiteraard mag je daar ook weer een krachtdier voor aanroepen. Hè? Op de manier zoals ik zojuist heb besproken. En voor jou is het deze. En dat is de slak. Mooi. Ik laat je zien dat geduld en een trager tempo je details tonen die je helpen om een diep begrip ten aanzien van jezelf en je omgeving te ontwikkelen. Later, op het juiste tijdstip, kun je dit gebruiken voor progressie of heling. Nou, heel mooi. Een hele mooie afbeelding. Oh, ik zal hem zo houden. Even zo. Hele mooie afbeelding ook van de slak. En ja, een boogschutter is een vuurteken en gaat vaak heel erg snel. En die slak nodig je juist eigenlijk uit om in 2023 ook af en toe het tempo te verlagen. Dan kun je ook meer genieten. Dan kun je ook meer ontvangen. Dus hartstikke mooie boodschap voor de boogschutters. En roep dus de slak aan. En kom je in de werkelijkheid een slak tegen, weet dan ook weer van, hey, oké, ik mag het misschien weer eventjes wat rustiger aandoen. Dus laat dat dan ook gedurende dit jaar een hele mooie reminder zijn.